Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst hulde aan de indiener van dit burgerinitiatief en alle mensen die het hebben ondertekend. Mijn fractie steunt het initiatief van harte. De woningcrisis is inmiddels een woningnood geworden. Ondertussen vangen we hier in Den Haag de halve wereld op, maar worden onze eigen kinderen verdreven uit onze eigen wijken. Voor hen is geen woning meer te krijgen. En dit probleem speelt niet alleen in de rivierenbuurt, maar ook op Duindorp, Loosduinen, Schilderswijk, eigenlijk overal. En dat komt omdat dit college iedereen binnenlaat en de eigen bevolking laat stikken. Voor hen geen huis, en als ze al een huis hebben, dan blijven ze met schimmel en andere problemen zitten. Want het wordt niet opgeknapt omdat het geld wordt gebruikt om bij te bouwen voor expats of nog meer kansarme mensen. Want de Haagse bevolking gaat groeien de komende jaren vanwege de massa-immigratie. Er komen 100.000 mensen bij. En we moeten maatregelen nemen om die bevolkingsgroei tegen te gaan. En een van die maatregelen is alleen nog voorrang geven aan de huidige generatie Hagenezen op de sociale woningmarkt. Dat is de enige echte oplossing voor dit probleem. Politiek is keuzes maken en voor ons is die keuze helder. Wij kiezen wel voor een Haagse Den Haag, een welvarende stad voor onze eigen inwoners in plaats van alle kansarmen die we binnenhalen. En ik zeg tegen de initiatiefnemers, u vindt de PVV aan uw zijde. En wij zullen dan ook tegen het besluit van het presidium stemmen en dus voor uw voorstel. Dat is ook de reden dat wij de motie van Groente Mos hebben meegetekend om een pilot voor voorrang voor uw kinderen in de buurt. Tot zover. Dank u wel. En ik vind ook, voorzitter, dat dit college ook vaart moet maken met het bouwen van betaalbare woningen. Want alleen op deze manier kunnen we de wooncrisis met elkaar het hoofd bieden. Mag ik? Ja, ik ga gewoon door. En als ik nou eens even... Mevrouw Gerbrands, wil u een vraag stellen? Ik mag toch... Allemaal grote woorden van GroenLinks. Maar is GroenLinks er niet mede voor verantwoordelijk dat we hier vorig jaar 8000 nieuwe mensen hebben binnengekregen en dat dat onderdeel van het probleem is? Voorzitter, nee. Ik denk dat het belangrijkste probleem is dat er veel te weinig betaalbare woningen in deze stad zijn. En ik vind dat we als stad van vrede en recht ook onze verantwoordelijkheid hebben om mensen op te vangen die in nood zijn. Maar hebben we niet een tekort aan betaalbare woningen, juist omdat we al die mensen hier binnenhalen? We geven ze allemaal weg aan de verkeerde. En dat is prima dat u die keus maakt, maar geef dat dan ook gewoon toe en maak er niet een of ander bla-bla verhaal van, want u bent er gewoon mede verantwoordelijk voor. Voorzitter, die woorden laat ik aan mevrouw Gerbrands. Vaststaat dat we als GroenLinks blij zijn met dat we vorig jaar een woonvisie hebben vastgesteld waarin we ons hebben voorgenomen om meer betaalbare woningen te bouwen. Dat is hard nodig voor deze stad. Daar vinden we elkaar. En mijn vraag ook aan dit college is, hoe hard gaan we door en hoe hard gaan we bouwen aan deze stad om het betaalbaar te maken? En dat ideetje van mevrouw Verwaal, dat schenkviaduct, dat biedt inderdaad ruimte. Dus we kunnen best wel wat meer ruimte creëren in deze stad om woningen bij te bouwen. En ik ben ook heel benieuwd naar de reactie van de wethouder daarop. Al met al mag het ook geen verrassing zijn, want het feit dat we het probleem niet oplost om één buurt af te zonderen, want we hebben het over de hele stad die in de problemen is in de wooncrisis, kan GroenLinks het advies van het college volgen en zal dan ook inderdaad tegen het voorstel stemmen. Maar ik zou wel graag willen vragen aan de wethouder om in gesprek te gaan met de rivierenbuurt, omdat er vast heel veel alternatieven ook te bedenken zijn hierop. Dus er zijn allerlei mogelijkheden die we ook in de stad tegenkomen, zoals wooncorporaties oprichten, zodat je als bewoner zelf weer de controle kunt krijgen en zelf de stad weer in handen kunt krijgen. En ik zou wel graag willen weten van de wethouder wat zijn ideeën hierbij zijn. Tot zover. Ja, volgens mij ligt hier een burgerinitiatief. Hoeveel inspraak wil je nog hebben uit een buurt? Gaan we weer in zaaltjes zitten en dan mogen ze wat zeggen en dan is het weer klaar voor de rest van het jaar? Er ligt hier verdorie een initiatief vanuit de bevolking. Doe daar iets mee. Ja.